Dames en heren, welkom bij vlog 17. Er is veel commotie gebeurd de laatste tijd. Veel in de media geweest. Je weet wat ze zeggen, slechte publiciteit is ook publiciteit. Dus ik ben er dankbaar voor. Dankjewel dat jullie me bekend hebben gemaakt. Ik maak tegenwoordig zelfs foto's met oma's. Ja, oude mensen die met mij op de foto willen. Het is allemaal wat, toch? En zo naar jullie. Ik hoop dat jullie gaan genieten van deze vlog. Op het einde komt er een beetje uitleg en inzage van wat er allemaal is gebeurd. Ik kan niet te veel vertellen, omdat er natuurlijk nog een onderzoek loopt. En dat ik ook nog moet voorkomen. Maar ja, ik ga jullie op de hoogte houden. Het is gewoon boef, man. Geniet van deze vlog. Ik ben onderweg naar Alkmaar. Ha, boef. Ha? Het is gewoon boef, man. Een hele goede morgen. Ik sta hier bij de lift te wachten. Om naar beneden te gaan, mijn auto te pakken. Dan ga ik even een hapje eten. Schoonmaakster is nu bij ons thuis. Ze is schoon aan het maken. Ik kan daar niet bij gaan staan. Een snor is wel tjatje hoor, brada. Misschien ook even naar de kapper vandaag. Kijk, ik ga gewoon zo uit huis, hè. Ik zweer het. Ik kam nooit mijn haar. Het enige wat ik doe is met mijn vinger doe ik zo. Klaar. Houd je on point weer hoor. Handel. Wie had ooit gedacht dat ik in een Range zou stappen op deze leeftijd, jongen? Ik weet, ze haten me voor deze. Ik moet naar de shop, maar ik ben mijn rijbewijs kwijt. En in Nederland, of in Tilburg, kan je niet met een buitenlands paspoort Juan halen. Omdat ze denken je bent drugstoerist. Dus we gaan even kijken of we het meekrijgen, man. Ja, hij heeft me gegund. Normaal met die paspoort kan het niet, maar... Weet toch, brada. Beetje gunnings, beetje hier en daar, asaibi. Dan komen we er wel. Ik ga nu een dikke toeter draaien. Ga ik naar de kapper. Schoon boef, man. Bang, bang. Schoon boef, man. Ah, in Tilly aangekomen bij de kapper. Barbershop Tilburg. Ik zeg eerlijk, deze man knipt mij goed, man. Hij geeft me ook die snor zo, je weet toch, bij de Zorro. Vinden jullie niet, ik lijk op de Zorro met die snor. Even knippen, hopen dat hij er is en dan even kijken wat we met het mooie weer gaan doen, man. Hey, Faka, goedemorgen bro, hoe is het, man? Rustig, bro, met jou. Ah, we zijn er weer. Zeker. Barbershop Tilly, je weet zelf. Ga even knippen, man. Vlog nummer hoeveel? Dit wordt alweer 17, broer. Je gaat snel, hè? 17. Jullie. Ja. Zo naar Jimmy Strobe, je weet, gewoon boef, man. Ah, boef, ja toch. We zijn net klaar met knippen. Vers, 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 amigo, vers. Vers van de pers. Je weet zelf. Snel op je eten, man. Hongerig, knippen, man. Ja, toch even snel eten hier bij tante, ja. Lekker eten. Soep, pak je zo. Soepje? Ja, toch. Wat voor soep hebben ze hier? Die moet je pakken, man. Soep. Hij is ziek, toch? Hij is een beetje ziek. Hij moet soep niet eten. Ertessoep. Ken je ertessoep? Ertessoep, Harera. Ja, heb je Harera soep? Ja. Ze gaan dik. Ze gaan dik. Dik. We zijn in de wasstraat. Helemaal lijp, man. Die chickies uit Noorwegen zijn gewoon naar Nederland gekomen. Die sporen niet, maat. We hebben tegen ze duidelijk gezegd niet komen. Ja, we zijn gewoon gekomen. Helemaal, bro. Fucking gek, maat. Ik heb mijn telefoonnummer veranderd, dus ze kan mij niet connecten. Zieke shit. Als ze maar niet naar mijn Oslo komt, man. Nee, stel je voor, ze belt gewoon aan, bro. Nee, man, dat kan niet, man. Ik heb gisteren duidelijk gezegd, je bent niet welkom. Ja. Hoor je dat? Blijf in Noorwegen. Blijf in Noorwegen. Blijf ik heb een check uit Oslo. Nee. Straks lig ik in de Oslo. Je bent niet welkom. Kijk hier, we zijn even in de wasstraat. Niet welkom op kanker. We gaan eten nou, lekker eten. Ja, biefstukje. Net auto's schoongemaakt. Relax, honger nu, ik ga even eten, even biefstuk klemmen zoals hij al zegt. Je weet toch, ik heb geen zin om te koken, ik kook nooit. Ik heb nooit. Volgens mij nog nooit gekookt. Hij ooit gekookt, maar nog nooit. Ik heb laatst één keer macaroni gemaakt. Jongen. Hij smaakte wel, eerlijk gezegd. Ik zit in 2 maanden, broer. 1 keer gekookt. Elke dag bestellen, uit eten. Dus dat gaan we nu ook weer doen, je weet toch? Dus ik ga 400 gram, toch? Ja, vorige keer 400 gram, man. Ik ga dit keer een beetje rust gaan doen, man. 200. Ik zie jullie zo, man, daar. Bang, bang. Schoon boef, man. Dat is 400 gram, jongen. 400 gram. No Mickey Mouse. Gaan we het opkrijgen of niet? Ik eet hem sowieso op. Ik heb hem opgegeven. Die patat moeten ze alleen nog brengen, man. Deze is de lul. Ah, dat komt de patat. Ik ga lekker eten, man. Goed, man. Ik weet zelf.
Kijk eens aan, de patat wordt ook nog ingebracht. Dank je wel. Heerlijk. Wat zegt hij? Als je maar een peperhappersvlees? Lekker. Doe maar. Waarom? Als je geen grote. Kom nu naar beneden. Shit up, man. MOB. Fuck, nieuwe dag, nieuwe dag. En wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan naar Koevoet, man. Koevoet in Dubai. Chill alive. Chill alive. What up, man? Kom nu naar beneden. En ga jij rijden dan? Midden ga je rijden, man. Nee, man. Shit, hey. Kijk hoe ik eruit zie, man. Wat is gebeurd, man? Hey, vriend, op rotte. Jongen denkt ook dat die Don Pablo Cubanito is, maar ik zelf niet. Ja, man. Grill daar, G. Doe rustig allemaal, vriend. Die grill staat mij kan, jongen, maar die... Die velgen zijn kanker dik. Vind je mijn nieuwe velgen dik? Ze zijn kanker gek. Die raam is ook getint achter, zie je? Shit, man. Ik ben aan... Hey, doe rustig. Ben ready. Ik zeg wel eerlijk, die ding staat mij niet eens, hè. Wist je dat? Ik draag hem gewoon voor de swag. Je rotkoek hebt. Dat ik een rot over customs. Dit wordt misschien de laatste keer, man. Vriend mijn niffel. Ja, man. Ik ga even een joint roken. We hebben zeker geen losgeld bij, of wel? Beetje. Misschien heb ik ook hier nog een beetje, maar geef eens die tasje van mij. Is dit dan wat die waard is? Ja, dit is wat hij meeneemt naar Congo. Dan kan ik hem die watcha geven. Ja. Hey. Hij gaat mee. We gaan naar Koevoet, man. De camera naar boven is hier niet van gezien. Ik mag niet mee, G. Hé, hey, rustig, G. Zorg dat je niet binnen blijft, bro. Een kill sowieso hard. Wat is je redboek van mij? Hier. Mag geen reclame op. En met zijn huis? Vriendje zit daar aan loose. Hier. Ik ga weg met die camera. Schoon boef, man. Boef. Ook nog niet naar die, hoe heet dat ook? Naar die andere race. Oké, we gaan het verhalen halen en dan doe ik dat hier. Ja, dit is direct naar hen toe. Ja? Ah, is goed. Zie je dat. Ah, French. Bang, bang. Soef is back. Soef is back. Ze kunnen hem niet lang vasthouden. Ewa! Je bent er weer! Ewa! Ewa! Je voeten, je ziet het! Kijk, kijk, ze hebben die veters uit mijn loops gehaald, alles. Maar we zijn er weer. Hé, hey, wacht even, hij moet erin, man. Kom eens. Kijk, ik kom hier aanlopen. Wacht, wacht, wacht. Ik kom hier aanlopen en deze fucking soldaat, ja, laat mij gewoon naar binnen, vriend. Hij zegt, hé, hey, kom bij mij boven chillen, sigaretten, alles, energy blikje. Voor deze man respect. Richard uit Breda, ik kom jou snel opzoeken, vriend. Ja? Dikke respect voor jou, bro. Thanks. Thanks voor alles. Hè? Zie je, zo hoort het, jongen. Hé, hey, rustig aan, laters. Fuck aan, man, bro. Hoe is het, man? Hoe is het? Hè? Deze hadden me even genaaid, jongen. Hier, kan je deze even achtergooien. Je bent weer bakka? Alleen deze. Ik ben weer bakka in de streets, man. Back on the streets. Waar is die zwem? Geef me die zwem. Poeh, hey. Top, man. Respect voor jou, bro. Thanks. Wat zijn ze allemaal? Ik heb niks verklaard, toch? Man, ik heb niks verklaard, bro. Dan zwijgen recht tot de motherfucking dood. Schoon boef, man. Hey, net vrij. Man, boef. Even omgekleed. Ik ben een paar kilootjes afgevallen, man, daarbinnen. Dus ik moet weer even goed gaan eten. Ik ga even een soepje eten. Sautoersoep. Lopen we zo. Daarna ga ik even mijn velgen fixen van mijn auto. Ah, ik had eigenlijk Doekoe nog meer mee. Ah, fuck it, man. Ik pak het straks wel. Ha, een boek, zie jullie straks, man. Maar van welke programma ben je, zei je? De Nieuwe Maan. De Nieuwe Maan. Op welke zender is dat? NPO 2. Nederland 2. Oké, okay, what's up? Ja, ik vroeg me af, heb je tijd en zin om morgen iets aan te komen doen? Naar aanleiding van wat er is gebeurd
Ja, dat zou mogelijk kunnen zijn, maar wat heb ik eraan om precies te zijn? Ik kan daar niet meer van uitgaan, Paula doet niks. Nee, ja, ik weet niet, je staat op dit moment best wel negatief in het nieuws. Ja, maar je weet wat ze zeggen, slechte publiciteit is ook publiciteit. Ja, zeker. Kijk, ik ga gewoon straight met jullie zijn, iedereen wil met mij praten. RTL Boulevard, RTL Late Night, iedereen, begrijp je? Jullie zijn de minste op de lijst met wie ik zou willen praten, want wie is de nieuwe man? Wie heeft daar ooit van gehoord? Dus als jullie met mij willen praten, dan moeten jullie mij betalen, begrijp je? En als jullie dat niet willen, dan moeten jullie maar lekker schrijven wat jullie willen. Maar als jullie echte info willen en mijn kant van het verhaal en filmpjes van mijn kant, dan gaan jullie en beelden, dan moeten jullie gewoon betalen, weet je? Waarom zou ik dat gratis aan jullie geven? Dan ga ik liever naar RTL Late Night of zo. Ja, ja, net even omgekleed en gegeten en shit. Ik had even eten nodig, man. Ik zweer het in die bias. Ik had alleen maar broodje kaas. 5 dagen lang. Troep, man. Dus we gaan nu even dinges, even snel naar huis. Ga ik weer even opfrissen. Dan ga ik naar de kapper. 3 uur een afspraak. Daarom heb ik even een afspraak voor mijn auto. Je weet zelf. Met die boys. Met die boys. Lekker vrij. Lekker. Het is gewoon boef, man. Ik ben de supermarkt geweest. Ik heb fruit gehaald. Ik heb kwark gehaald. Ik vind het fucking vies, maar je weet, ik moet een beetje aankomen, man. Wat denk je tegen wie? Ja, man. Ik ben para op haar, man. Ah, boef, fuck, Adil. Je bent er ook weer. Ja, toch. Kijk, kijk, daar zijn we weer, man. Genieten van het vrijheid, jongen. Heerlijk. Oh, racist op, bro. Hoe is het, man? Lekker, man. Denk je niet? Doe even die lach, hoor. Mis heb je gemist, man. Wat is je vriend, even? Ja, broer. Je weet toch hoe ze zijn, die politie. We gaan jonken drijven, we gaan genieten, we gaan chillen. We zijn er weer, man. Ja, toch. Bang, bang. Boep. Is gewoon boef, man. Ja, daar schrikken jullie even van, hè, jongens. Hé, hey, racist, hou even een tijdje je bek dicht, vriend. Hij praat kankerveel. Gouden onderkaak naar onderpand. En ik heb honger. Waar praat je? Je praat weer gelijk onzin, bro. Hé, hey, vriend, zie deze man gaat mijn ticket betalen naar Suriname, samen met Soef. Met hey, Alien, ik kom jou ophalen, kleine kankomo. Jij weet, vriend. Ja, waar is Dio? Dio, ik kom jou vastbinden, vriend. Hey, kom, bel Dio eens. Hij moet komen, man. Nee, Telly is uitgevallen. Hé, hey, vriend, fuck Dio, vriend. Dat kan echt niet, man. Kijk die auto, jongen. Wat een auto, zeg. Wat is dit mijn winkel, man? Sukterlijn! Kom maar weg, man! Het is niet mijn auto! AB! Ja, rustig doen, AB! Het is niet mijn auto! Wij in België, AB! Wie is deze scumbag? Voor mensenrechten? Ja, man. Gelijk. Umberto Tam is echt iemand voor mensenrechten. Hey, Umberto Tam is voor mijn naam. Waar Umberto Tam allemaal naar serfses gooit, man! Hij gunt boef ook poep, vriend. We willen gewoon weten hoe het zit, broer. Ja, dus daarom eigenlijk. En het is goed voor de kijkcijfers. Ja, juist, het heeft al zoveel aandacht. Umberto Tam denkt, weet je wat? Hey, maar met die jongen aandacht, het programma heeft een paar kijkcijfers. Ik ga je zeggen, hij kan beter Umberto Tam zitten dan een andere plek. Vriend, andere plek? Broer, we gaan met Pita. Rondgelaten. Hoe bedoel je, voel je belangrijk, broer? Ik snap alles uit. Hey, wie is wie, broer? Wie is wie in deze tijd, broeder? Allah is groot, broer. Ja, maar jongen. Kijk, je betrekt gelijk geloof erbij, hè. Schaam je, hè. Wallah, schaam je. Schaam je altijd, klootzak. Schaam je, wallah, schaam je. Heb jij wel een leven, man? Is ga frituurcentrum openen. Het is gewoon boef, man. Het is gewoon boef, man. Jullie zien het, ik ben onderweg naar RTL Late Night Boulevard. Mijn mattie is daar, John van de Heuvel. Even serieus, mensen. Ik ga daar even een goed gesprek met hun aan. Je weet toch, ik ga mijzelf ook beheersen. Ik ga een beetje op mijn woorden letten. We zijn bijna in Amsterdam. Vanavond White Room Brussel. Wordt een en al chaos. Ik zie jullie straks bij RTL, man. Bang, bang. Het is gewoon boef, man. En wij zijn hier. RTL Late Night, jullie zien het. Ja, jongens, zijn jullie er klaar voor? We moeten even melden. Stoute jongens moeten even melden. Naam door. Wij zijn er. Ja. Mensen kijken allemaal verschrikt, maar wij zijn er. We zijn er. Wij niet weg. Jullie krijgen een plek. Goede plek, anders doen we niks. Ja, goedenavond. Hallo, Judith.
Ja, hè? Ik weet niet waarom, maar ze hebben qua drukte en qua sessie. Maar het had wel heel leuk geweest. Maar het zijn wel leuke mensen, jij en ik van Max Verstappen. Ik, Marco, Kevin Payne staat zo goed. Een aantal is vrijgelaten. Een van die vrijgelaten komt dus Boef. Daar is veel mee en over gezegd. Hij heeft ook een vlog. Wordt goed en ruim bekeken trouwens. Van 82.000 abonnees. 900.000 views voor de beste vlog die hij heeft gemaakt. Hij is vandaag vrij. Maar John van Heuvel, die ziet een aantal dingen die hij doet niet zitten. Gaan met elkaar in gesprek. Met respect gaan ze dat doen. Hier zijn rapper Boef en John van Heuvel. Ja, we zijn nu op de terugweg. Net bij RTL Late Night geweest. Ik vond het leuk gesprek. Ik hoop jullie ook. We hebben ons best gedaan. Je weet toch, netjes gebleven. Of niet, bro? Ja, man. Je hebt goed gepraat, echt. En nu gaan we richting Brussel. We gaan richting Brussel, White Room, Ruina zetten. We hebben anderhalf uur om vanaf Utrecht daar te komen met een tussenstop in Tilburg. Dus wij gaan nu racen. 300 km per uur. Wat was dat? Deze Brussel soldier. Kijk zijn kenteken, Matty. Asia Prada. En zo naar die soldier. Bang, bang. Deze man komt gewoon met één schoen hier. Te moe, water doen, man. Te moe. Hé, gewoon te moe. Schoon Boef, man. Boef, goedemorgen. Gisteren was me toch weer eens een dag hier, man. Van alles gedaan, vrijgekomen. En shit. Ik zweer het, ik heb opgetreden in Brussel en daarna was ik pas om 6 uur of zo thuis. Geloof je dat ik om 8 uur weer wakker was? Daarom heb ik zonnebril op, je wilt mijn kop niet zien. Oké, luister. Ik ben bij niemand minder als Anouara Mate.
Wie is dat voor de deur? Oh, kijk hier die kies. Ja man, breng ze gelijk terug, fucker. Rustig. Rustig. Slaap die jongen nog. Hé, ja man. Maar sta je voor, stond je echt voor stond je beneden of boven? Te bellen en te bellen. Oh, beneden hier. Breng die sleutel gelijk terug, hè. Wallah, ik heb hem nodig. Oh, Anwar. Fuck up, bro. Rustig. Hoe is het, bro? Rustig. Gaan, bro. Ja, man. Ja, man, we gaan iPhone 7 halen. Ambo. Kijk, deze man is zo loco gewoon. Hij koopt gisteren gewoon Filipijn pata's. Hij zegt, weet je wat? Ik neem ze gewoon in alle kleuren, man. Ja, man. Zoals je hoorde, we gaan iPhone 7 halen vandaag. Ze zijn uit. Ik heb gebeld naar die winkel. Ze zeggen, ja, kan niet. Je moet pre-orderen. Je moet nu bestellen over 2 weken. Weet je, Anwar zegt, luister dan. Ik heb iemand. Hij komt. Hij vraagt 2 barkie extra. Maar dat hebben we wel vandaag. Ik zeg, weet je wat? Yalla. Dus hoe laat is hij hier? Over een uur hebben we hem. Adil is ook wakker. Ja, man. Echt wakker, man. Op dit moment worden we alle 2 gezocht. Ik moet ook naar de politie nu. Ja. Om 2 uur. Want er zijn 2 aangiftes binnengekomen voor belediging. Ja, ik weet niet wat ze constant van ons willen, man. Ja, ik snap het, zie hoe kinderachtig het is. Oké, er staat geen signalering open. Nee. Oké, prima, is goed. En wat wil je nou afspreken precies? Want dat kan ik nu niet zien, want ik heb geen inzicht in mijn agenda. Dus als ik dit nummer straks terugbel, kan ik dan een afspraak maken omdat we elkaar even ergens treffen? Ja, prima, is goed. Schoon poef, man! Ja, ik ben bij het politiebureau. Verhoor afleggen. Ze zeggen ik heb ze beledigd. Ik heb jullie niet beledigd, jongen. Belasting. Ah, ja, politie, je ziet het. Arrestantverzorging. Arrestant wordt gebracht. Schoon boef, man. Daar is hij dan. De iPhone 7. De iPhone 7. Daar nog eentje. We gaan dik. Laten we hem even uitpakken, man. Heb je schaar of zo? Gaat wel heel makkelijk dit. Zo, gaat het tegenwoordig zo makkelijk? Zo makkelijk gaat het tegenwoordig en daar is hij. Ah, wacht even. Nee, die past niet bij mij, man. Dames en heren, dit is hem dan. De iPhone 7. Mat zwart. Word je daar nou blij van? Oh, voilà. Ik dacht dat het iemand anders was. Ik denk, je bent iemand anders. Ik denk, wat de fuck zit deze chick mij de hele tijd te bellen, joh. Maar jij bent het. Sorry. Nee. Hola was niet voor jou bedoeld, joh. Hé, hey, leg even aan die jongens uit. Hun denken, hun zeggen, kan niet. Vertel ze even de erg. Hoezo, fuck out je bankoetje. Hé vriend, ik klap die banko op je kant wel. Ja? Waar is die banko? Ja. Waar zijn die kerk hier? Dit had ik alleen nodig. Voor wie draait het allemaal om? Kijk die rommel. Ja, eens kijk die rommel van deze. Zo lief. Heb je kamervraag naar jou? Ja. Rommel. Op! Straks. De water. Ja. Ik voel of iemand die komt daar nu. Come up and down, zal ik eronder zetten. Ik ben een kannibal! Schoon poef, man! Ja, dames en heren. Zoals jullie net zagen, ben ik na die laatste show ben ik opgepakt. Heb ik weer vastgezeten. Tot de volgende dag hebben ze mij weer vrijgelaten. Ze hadden mij opgepakt omdat ik mij niet had gemeld. Maar ik had geen tijd om te melden, want ik had een andere show. De officier van justitie heeft mij gedragsregels gegeven. 6 regels heb ik gekregen. Eentje is dat ik niet mag praten met de politie, landelijk. Dus ik mag niet een gesprek voeren met een politie. Alleen als ik 112 moet bellen of als er een noodgeval is. Maar ik mag dus niet agenten groeten, praten, wat dan ook. Ik mag in Tilburg geen agenten filmen. Anders word ik gelijk aangehouden. En er zijn nog een paar regels. Ik heb dat blaadje nu niet bij, maar... ja, je ziet het, man. Ze zitten erop, man. Dus... je weet toch.
Dus wij gaan het gewoon op positiviteit houden. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. Ik ga morgen naar Marokko toe. Ik ook. Ik moet even mijn hoofd luchten, hij ook. Nu weet je toch, ik heb even geen zin in dit, dat. Dus ik ga naar Marokko, daarna kom ik terug, doe ik een paar shows. Ga ik naar Suriname. Ik wil nog wel even wat zeggen voor de media. Want de media is wel vies, moet ik je gewoon eerlijk zeggen. Is jammer man, hoe jullie doen. Je weet toch, ik hoor zelfs ze bellen mij boekers op. Ja, ja, vinden jullie het wel slim dat hij gaat optreden daar en zo? Wat is dat voor een haat? Waarom moeten jullie zo haten? En weet je wat is, die boekers zijn cheese. Weet je wat die boekers gewoon tegen die mensen zeggen? Ja, wij willen hem hier hebben. Ja. Inderdaad, wij willen hem hier hebben. Kijk, er zijn er een paar, twee of zo, die het hebben afgezegd. Dat is leuk, is jullie recht als jullie dat willen. Maar voor die anderen die gewoon vertrouwen in mij hebben en geloof in mij houden, respect. Ja. Binnenkort een leuke verrassing. SO naar John van de Heuvel. Je weet zelf. Oh, boef, wie had dat ooit gedacht? Dat is gewoon boef, man. Volgende week weer een nieuwe vlog. Er komt ook één keer in de week een verrassing voor jullie. Huh? Ik heb jullie al gezegd, de Boefshow, Studio 072. Ze willen ons geen praatprogramma gunnen, dan maken wij ons eigen praatprogramma. En zo naar de stress, man. Studio 072. Schoon boef, man.